Femke, gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Het is een officieel werelduurrecord op natuurijs. Ja. Je bent de eerste die het hebt gedaan op natuurijs. Hoe voelt het? Goed. Leuk om te doen. En wereldrecord. Ja, was natuurlijk nog niet gezet. Dus ja, het was ook wat ik ook zou rijden. Ik zou sowieso een record rijden. Dus dat weet je al van tevoren. En je probeert gewoon het meeste eruit te halen. En dan ja, kijken of je ooit nog weer verbroken gaat worden nu. Nu staat er een tijd. Ruim 32 kilometer. Ben jij degene die hem zelf nog gaat verbreken of laat je dat aan een ander over? Ik wil hem ooit nog wel een keer verbeteren. Maar misschien nadat iemand hem heeft verbroken en dan dat ik daar weer overheen ga. Had je dit idee al wel eens in je hoofd gehad? Of ben je echt geïnspireerd door Bart Vreugdeheel die vanmorgen ook een wereldrecord bij de mannen heeft gereden? Ik heb er wel eens over nagedacht dat het me wel leuk lijkt om zoiets te doen. Maar niet specifiek nu en dan op natuurijs. Dus het komt wel echt van Bart Vreugdeheel inderdaad. En van mijn ploegleider Martin, die vroeg van, joh, vind jij dat niet leuk? En toen zei ik, ja natuurlijk, dat wil ik ook wel. Dat lijkt me ook leuk. En wanneer vroegen jullie dat aan elkaar? Vanochtend eigenlijk. Ik denk toen Bart bezig was. En toen is Martin alles gaan regelen en toen heeft hij het kunnen fixen dat ik dit mocht doen. Ja, jullie zijn in Amersfoort terechtgekomen. Hoezo is het Amersfoort geworden? Ik denk dat Martin al een aantal banen had gevraagd. En toen kwam Tom Heijer. Die zei van, misschien Amersfoort wel. Want die zijn wel enthousiast. En toen heeft Martin aan Amersfoort gevraagd of zij dat wilden doen. En die waren inderdaad enthousiast. En toen is het balletje gaan rollen. En zodoende dat het hier was. Ja. Leuk. Ja. Morgen verwachten we ook nog wedstrijd door natuurreis. Daar sta je ook aan de start? Ja, zeker. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht koers. Heb je er zin in nu nog? Ja, sowieso. Ja. Dat is weer heel anders. Dus ga je morgen ook voorin in de koers zien? Ik hoop het. Succes. Dankjewel.